Hey, hallo, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag kijk ik naar de spelregels van Ticket to Ride Europe. En ik heb hier de 15-jarige editie, dus als je daarnaar nieuwsgierig bent, dan kan je die ook eens een keer zien. Maar de spelregels zijn in feite hetzelfde. Dus kijk gerust verder, maar wil je weten wat ik van deze versie vind, de 15-jarige editie, dan kan je ook doorklikken op mijn review hiervan. Want ik wil je niet in deze video steken, anders duurt het een beetje te lang. Voordat ik begin met het opstellen van het spel, gaan we eerst eens kijken welke soort kaartjes hier allemaal in zitten. Want het is niet gewoon Ticket to Ride Europe, maar er zitten ook een aantal uitbreidingsjes bij. Hier op de bovenste rij hebben we alles wat we nodig hebben voor het basisspel, zoals je gewoon een Ticket to Ride speelt. Natuurlijk mogen de tickets ook niet ontbreken, dat is deze stapel. Maar we hebben de korte routes, de lange routes en dan hebben we nog de 10 extra punten als je de langste route in het totaal hebt. Nu, je kan die gemakkelijk onderscheiden, of toch relatief makkelijk, door naar hier te kijken wat er hier staat in dit hoekje. Staat hier Europe, dan behoort het tot deze editie. En dan kan je lang en kort van elkaar onderscheiden door de kleur van dit cijfer en de achtergrond ook. Dan hebben we de 1912 uitbreiding. Opnieuw zien we dat doordat hier 1912 bij staat. En soms ga je ook Big Cities zien staan. Dat komt bij alle soorten tickets voor. Dat is nog een andere variant. Dan ga je zowel hier als daar tickets van nodig hebben. Wanneer we de Big Cities variant spelen, kunnen we ook naar dit kaartje kijken, want dat geeft het overzicht. En dan hebben we nog twee mini-uitbreidingen. We hebben de Orient Express, dat zijn 6 kaartjes. En dan hebben we 1 kaartje voor de Big Cities with Max. Over dit ga ik het allemaal niet hebben. Laten we eens kijken hoe we Ticket to Ride Europe opstellen. Om te beginnen plaatsen we natuurlijk het bord open. En dan gaan we alle treinticketjes zetten. Jokers in en van alle kleuren routes die hier ook op voorkomen, buiten dan de grijze. Dus dat moeten we goed schuffelen en iedere speler krijgt er al 4 op handen. En dan leggen we er ook nog eens 5 open. Indien er 3 of meer locomotieven zichtbaar zijn, dan gaan we meteen alle 5 kaarten er terug in schuffelen. En 5 nieuwe kaarten trekken. Leg het European Express kaartje naast het bord als herinnering dat we daar ook punten voor kunnen scoren. Neem alle bestemmingskaarten van Europa en scheid de korte routes, of de normale routes eigenlijk, van de lange routes, herkenbaar aan de andere kleurcijfers. Geef willekeurig iedere speler 1 van deze routes. De overige lange routes mogen terug in de doos zonder te kijken. Schud nu de overige bestemmingskaarten en geef iedereen willekeurig er 3. Leg de rest van de stapel naast het bord. Dus nu heeft iedere speler 1 lange route en 3 korte routes. En nu is de vraag, welke daarvan wil je houden? Je moet minstens 2 van de kaarten houden, maar je beslist zelf welke. Je mag ze ook alle 4 houden. Het idee is dat je nu even gaat kijken waar de routes naartoe lopen. Bijvoorbeeld de eerste, Palermo naar Moskva. Moskou dus. Je ziet ook aangeduid op de kaart waar dat zich bevindt. Ik ga zo dadelijk bij het begin van het spelverloop die keuze ook maken en jullie helpen beslissen. En als laatste, maar niet als minste in deze versie, krijgt iedereen zijn doosje of zijn 45 treintjes. En bij de Europe Edition ook 3 stationnetjes. Tel dit na, want in de meeste versies van Ticket to Ride zitten er een paar extra. In dit geval zaten er van iedere kleur 3 extra in en die heb ik dan maar meteen in een plastic zakje gestoken. De treintjes van spelers die niet meedoen, mogen terug in de doos. Iedereen heeft ook een scorefiche of een scorepion in de gewone versie. En die start op 0, wat overeenkomt met positie 104 beneden. Hebben we dat gedaan, dan zijn we klaar om aan het spel te beginnen. Dus ik had deze 4 tickets getrokken en ik heb het even om te visualiseren op mijn dobbelstenen aangeduid op het bord. Dus het aantal ogen op de dobbelstenen verwijst naar welke route het is. Dus route 1 gaat bijvoorbeeld van Palermo naar Moskva. Dat is iets wat je normaal niet gaat doen, maar dat ga je in je hoofd doen. En ik kan nu zien, oké, van 1 naar 1, dat is eigenlijk niet zo ver verwijderd van 2 naar 2 of van 3 naar 3. Maar het splitst wel een beetje. Is dat moeilijk om die alle 3 te doen? Waarschijnlijk niet. Dan hebben we nog nummer 4, dat gaat van Rome naar Smyrna. En dat is eigenlijk ook niet zo ver verwijderd van nummer 1. Dus in dit geval zou het misschien niet zo heel slecht zijn om de 4 tickets te behouden. Maar wil ik misschien gaan voor de European Express, dan moet ik wel 1 lange route er proberen van te maken. Bijvoorbeeld zo, helemaal rond. Dan heb ik ze allemaal verbonden met elkaar. Als je ze allemaal verbindt, dan heb je ze natuurlijk ook per 2 verbonden. Maar dat hoeft niet. Je mag verschillende sporen maken, je mag verschillende splitsingen maken. Dat mag allemaal, maar 1 lange route kan ook nog eens 10 bonuspunten opleveren. Dus in dit geval ga ik ze allemaal houden. Ik heb nu ook even de routes van mijn tegenstander gevisualiseerd. Toevallig ligt die eigenlijk ook allemaal een beetje bij elkaar. Dus het is gewoon random getrokken.
En om het compleet te maken heb ik de derde persoon ook nog gevisualiseerd door de groene dobbelstenen te gebruiken. En ook die zou wel alle routes kunnen doen eigenlijk. Want toevallig moet hij in Londen en Edinburgh zijn, dus dat komt eigenlijk wel goed uit. Alleen in het centrum wordt het een beetje een warboel als hij al die dingen moet gaan doen. Maar misschien wil hij dat wel proberen. En als hij iets zou elimineren, is het misschien Essen-Marseille. Oké, laat ik zeggen dat deze één route niet gaat doen en die terug aflegt. Het is wel belangrijk dat je er goed over nadenkt, want in de loop van het spel kan je geen routes meer afgooien. Tickets die niet worden behouden, die worden op dit moment terug in de doos gelegd. Later in het spel worden ze terug onder de stapel geschoven. De speler die de meeste Europese steden heeft bezocht mag het spel beginnen. Daarna gaat het spel verder met de wijzers van de klok mee. Wanneer je aan de beurt bent een ticket eruit, mag je één van vier mogelijke opties doen. De eerste mogelijke optie is dat je treinkaarten gaat rapen. Je mag er dan twee rapen. Tenzij je een joker raapt, dan mag je er maar eentje rapen. Nu, je mag ook van de stapel trekken en dan kan het ook zijn dat je een joker hebt, maar dat weet niemand, dus dan mag je er altijd twee rapen. En je mag ook een combinatie van de stapel en van hier. Wat je ook zelfs kan doen, is hier een kaart eerst pakken, dan wordt die meteen bijgevuld van de bovenste van de stapel. En dan kan je zeggen, wil ik die? Nee, ik ga toch die pakken. Wanneer er te weinig kaarten zijn, worden die meteen bijgevuld. En zoals ik zei, als je een locomotief neemt, mag je maar één kaart rapen. Tweede mogelijke actie die je kan doen, is een route claimen. Daarvoor moet je voldoende treintjes hebben om die volledige route te bezetten. Bijvoorbeeld de blauwe speler kan hier dit rolstukje, dat is maar één treintje dat hij nodig heeft, kan hij betalen omdat hij één roze kaart op handen heeft. Dan geeft hij die af, die gaat naar de aflegstapel en dan zet hij één van zijn treintjes op de gekozen route. En dan zet hij ook zijn markeerder een aantal punten vooruit en dat zien we in deze tabel afhankelijk van het aantal treintjes. Dus één trein is één punt, dus dan gaan we hier vooruit. Wanneer je niet voldoende kaarten hebt om een route af te maken, heb je nog altijd de mogelijkheid om de joker in te zetten, de locomotiefkaart. Deze kan eender welke kleur vervangen en je mag er ook meerdere gebruiken in dezelfde route. Wanneer je een dubbel treinspoor hebt tussen twee steden, dan mag je kiezen of je de ene kleur of de andere kleur betaalt als je de eerste speler bent. En ben je met meer dan drie spelers, dan mag de tweede route ook nog bezet worden, maar anders niet. Met drie spelers kiest de eerste welk van de twee en daarna kan niemand anders deze route meer innemen. Heb je zo van deze wit omrande treinsporen, dan is het een tunnel. Stel dat blauw aan de beurt is en die wil deze tunnel claimen. Moet één van de twee ook kiezen, wordt het de zwarte of de witte. Ik speel drie kaartjes. Maar dan moeten we nu drie kaartjes van de treinstapel trekken. Voor iedere witte kaart die ik trek, moet hij een extra kaart betalen. Heeft hij dat niet, dan kan hij ook met een locomotief betalen. En als hij dat niet heeft, dan mag hij gewoon de kaarten terug op handen nemen. En dan is blauw zijn beurt voorbij. Rood gaat vervolgens proberen een grijze route te claimen. Er zijn geen grijze treinkaarten, dus dat wil zeggen dat je eender welke kleur mag gebruiken, maar het moet wel allemaal dezelfde zijn. Dus 4 oranje, daarmee kan ik dit vullen. En dat levert nog steeds evenveel punten op. Groen gaat ook een tunnel proberen. Hij betaalt 3 blauwe kaarten voor deze tunnel. Laten we eens kijken of er blauw wordt getrokken. 1 blauw en een locomotief. Die telt als eender welke kleur. Dus dat wil zeggen dat hij 2 extra blauwe kaarten moet betalen. Hij heeft nog 1 blauwe extra kaart. En hij heeft ook nog een locomotief die ook gewoon als blauwe kaart kan gespeeld worden. Dus hij kan dat doen, maar is niet verplicht om dat te doen. Een derde mogelijke optie die je hebt is bestemmingskaarten bijrapen. Ieder kaartje dat je niet haalt, dat zijn in plaats van pluspunten, minpunten. Dus daar moet je voorzichtig mee omspringen. Maar als je toch daarvoor kiest, dan raap je er 3 bij. Je kijkt ernaar en dan op basis, ja, stel nu dat ik de rode speler ben, dan ga je kijken, heeft dat nut om die te nemen? Je moet er minstens 1 nemen. En dan zie ik hier bijvoorbeeld Berlijn, Moskou. Dat is wel interessant, want ik moest sowieso al in Moskou zijn. En Berlijn, dat ligt niet heel ver uit de richting. Dat ligt hier. Dus ik moet een klein omwegje maken misschien, maar daar kan ik wel voor gaan. En je mag er ook meer dan 1 pakken. Kaarten die je niet neemt, leg je dus onderaan de stapel met bestemmingskaarten. De vierde optie die je hebt, is een stationnetje plaatsen. Blauw wil bijvoorbeeld, dat kost geen kaarten, hier een station plaatsen. Want wat doet een station op het einde van het spel? Dat zorgt ervoor dat je 1 route mag gebruiken van een andere speler. Bijvoorbeeld, blauw wil hier eigenlijk passeren, maar de bruine speler blokkeert hier helemaal de weg. Dus wat doet hij? Dat station hier plaatsen, dan kan hij op het einde zeggen, ik gebruik deze route van jou. En dat kost voor de rest niets, maar ieder stationnetje dat je op het einde van het spel nog overhoudt, is wel punten waard. Maar beter dat te zetten, dan dat je een route als minpunten krijgt.
Hij had hem misschien ook even goed hier kunnen zetten. Dan kon hij zelfs nog kiezen, ga ik zo of ga ik zo. Dat is eigenlijk nog een beetje slimmer. Dan zijn er ook nog ferry routes. Die hebben een aantal locomotieven die verplicht zijn om te spelen. Dus rood moet hier al 2 locomotieven spelen. En dan mag je nog kiezen 4 van dezelfde kleur. Maar je mag zelf beslissen welke kleur. Dus iedere keer wanneer we over een watergebied gaan, dan gaan we locomotieven moeten spelen. Wanneer een stapel leeg is, dan ga je gewoon de aflegstapel heel goed schuffelen en een nieuwe maken. Rood gaat nog een route maken van 4 stuks. Hij heeft er een joker voor ingezet om deze route te maken. En dan gaat hij op dit moment, als hij die heeft geplaatst, gaat hij nog maar 1 treintje over hebben. En dat triggert het einde van het spel. Wanneer een speler 2 of minder treinen heeft, dan wordt de laatste ronde gespeeld. Iedere speler krijgt nu nog wel geteld 1 beurt. Ook de speler die het heeft afgemaakt. Blauw gaat nog een gokje wagen en wil gaan voor deze van 8 stuks, maar dat is een tunnel. 8 stuks, dat zou 21 punten opleveren. Maar hij heeft exact 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaartjes. Hij heeft er niet meer, dus het is een wilde gok. Als er geen enkel oranje... Oh, het is al te laat. Nee, dan kon hij het nog halen, maar nu is het niet gelukt. Nu is het spel afgelopen, nu moeten we alleen nog de bestemmingskaart testen of die allemaal zijn gelukt. Dan ga ik met blauw beginnen. Brussel naar Danzig, dat is van hier naar daar, dat is gelukt, er is een verbinding, dus dat is 9 punten. Madrid, Dieppe, dat is een kaartje dat hij later heeft getrokken en waar hij al aan voldeed. Madrid is hier, Dieppe is daar, die waren al verbonden, dus dat is 8 punten. Brest, Marseille is ook gelukt, Amsterdam, Wilno, Barcelona, Brussel, Madrid, Zurich, Wenen, Stockholm is mislukt. Hij is niet in Stockholm geraakt en ook niet in Wenen, dus dat is 11 minpunten. En zo doen we dat voor de andere spelers ook. Voilà, alles is geteld, buiten nog één ding. Wie heeft de langste route? Daarvoor moeten we een aaneensluitende route zonder de splitsingen mee te tellen. Dus bijvoorbeeld rood geeft hier 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, hier moet ik een splitsing kiezen. 33, 34, 35, 36. 38 van zijn 45 treintjes zijn op één lijn gemaakt. Dus dat ziet er naar uit dat ook rood met die punten gaat lopen en hij stond al ver genoeg op kop. Wat we ook niet mogen vergeten zijn de stationnetjes die we punten moeten geven. Niet de stationnetjes die we hebben gebruikt, maar de stationnetjes die we niet hebben gebruikt, zijn eigenlijk nog 4 punten waard. Wat een mooie eindscore. 100, 125, 175. Moest het toch een gelijkspel zijn, dan gaan we kijken naar wie de meeste tickets heeft voltooid. In het onwaarschijnlijke geval dat dat ook gelijk is, dan wint de speler die de langste route heeft gemaakt. Bij het tellen van de langste route mag je de stationnetjes niet gebruiken, want dan gebruik je treintjes van de tegenstander. Je mag wel lussen maken en zo als je dat wil, maar je mag ieder treintje ook maar 1 keer tellen. Dat was het dan wat betreft Ticket to Ride Europe, de 15-jarige editie. Bedankt voor het kijken, abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye!